gebeurt gewoon hier, hè? Het boeit me niet. Oh, dat wil ik zo graag zien. Zo maak je mensen helemaal gek. Ik kan wel janken. Het is echt zo erg. Ik ben wel een beetje bang. Ik kan jullie nu al wat zeggen. Volkert is de shock. Welkom weer bij een nieuwe video. We gaan vandaag een challenge opnemen. Degene die het laatst slaapt, wint het bed. Achter mij staat een bed ter waarde van 3500 euro van Emma Sleep. Degene die het laatst overblijft, wint het bed. We hebben hier 4 kandidaten. Ik ben Volkert en ik ga meedoen vandaag. Ja. Wat doe je dagelijks leven? Ik studeer, ik doe social media, daar kunnen mensen me voor kennen en dat. Kelly Max in the building, de winnares van vandaag, zeg maar. En ik ben social media queen. Queen! Ik ben Jip Anjar, ik ben acteur en daarbij doe ik ook social media, TikTok, Instagram. En de laatste kandidaat, onze Jens. Ja, en in het dagelijks leven werk ik. Oké, okay, nou let's go. Ik heb hier 4 kaartjes in mijn hand. Van 1 tot en met 4 staat erop. Ja, precies waar de bedden staan. Is dat 1 of is dat 1? Dat is 1, 2, 3, 4. Alright, oké. Okay. Nou, kijk maar. Yes! 2. Ik wil er 1 niet! 3, 4. We liggen naast elkaar. Lekker hoor! Dan zeg ik 3, 2, 1. Let's go! Ik kijk Sparta Ajax op dit moment. Toch nog iets van prioriteiten in mijn leven. Mijn strategie is wakker. Wat is gescoord? Ja, 1-0 voor Ajax. Mooi, hè? Is gescoord. Ik denk gewoon een beetje gezellig blijven doen. Met jou doe ik dat wel. Zolang het leuk is, blijf ik lekker wakker. En anders dan is het snel voorbij, hè? Nou ja, ik bouw een beetje van dat ik naast hem zit. Want als ik van iemand moe word, dan is het van Volkert. Ze noemen mij ook wel een bad boy, wist je dat? Hoi. Ja, ik mag nog op mijn telefoon. Tot over 3 dagen, Bab. Ik blijf 3 dagen wakker. Leuk, hè? Family time op YouTube. Leuk. Ik lig wel echt lekker. Zeg maar wel dat ik denk van, nou... Nou, hier kan ik wel op slapen. Ja, dat gaat fout, hè, Kel? Ik ga even proeven, toch? Zeker op die leeftijd, dan val je snel in slaap. Hey, f*** you, man. Ik ben een oude wijf, hebben we slaap nodig, hè? Oké, eerste uur is een feit. Ik wil een telefoon. Je moet hem even inleveren, dan krijg je van mij een mooi boekje terug. Jij ook eentje? Ja, mama, ik moet nu echt ophangen. Ja, toch geen vrienden dus. Zo, ik werk ook direct weer, hè? Kijk, deze prof die heeft gewoon 2 telefoons. Ik wil ze ook gewoon alle 2, 1. Het is waar, is het dit het moeilijkste, denk ik. Wil je een chipje? Hamkaas. Stinkchips, ja? Ja, die is lekker. Okay, thanks. Bugles. Is dit fijn voor geluid als ik zo die... Ik denk dat ik het zwaarste krijg met geen telefoon hebben. Maar ik moet wel gewoon voor mijn snapstreak, toch? Ik moet wel op tijd wakker. Hebben jullie al nagedacht over de hoeveelheid dat je gaat eten voordat je straks naar de wc moet voor een grote boodschap? Hé, maar hun kunnen makkelijker plassen als jij, hè? Ja. Maar waarom dan? Ik snap het nu. Schijnlijk, ik pis gewoon hier, hè? Het boeit me niet. Ik kan toch hierop zitten? Oh, dat wil ik zo graag zien. Pardon? Nee, niet zo. Ach. Ik verwacht wel dat deze een van de langste gaat duren, hoor. Of het zijn allemaal poesies, dan hebben we verkeerd gescout op deelnemers, maar... Bij een beetje jumpen, bij een beetje energie. Ken je salto? Frontflip moet lukken, frontflip is easy. Oeh! Hij hield zich nog vast, hè? Nee, maar je moet oprecht proberen te springen. Dit bed is insane. Oeh! Way up! Way up! Trampoline! Voor mijn chips. Het zijn ook echt net allemaal kinderen bij elkaar. Oké, we gaan even iets doen. Pak allemaal een kussen vast. Jullie gaan kussengevecht doen. En je mag overal heen lopen, op elk bed. Degene die als eerste zit, heeft verloren. En die krijgt iets kuts. 3, 2, 1. Hé, doe rustig. Auw, waarom mij? Oh. Ik sloeg mezelf. Oh. Nee, dit vind ik jellig. Dit vind ik jellig. Dit vind ik jellig. Er is ontstaan een gat in mijn bed! Stop, ik heb geen kritiek! Zullen we gewoon hier blijven staan? Wil je alsjeblieft gaan zitten? Ik ben echt lekker. Ik weet wat voor challenges dat zijn. Oké, doen jullie. Steep op je schaar. Wie verliest gaat zitten. Mag ik duwen? Ja, wat spijt me. Oh, wat is echt tegen een meisje durven ze wel, hè? Hé, hey, kindertjes, zijn jullie er ook? Willen jullie ook kussengevecht doen? Ja! Ga jij even de muziek testen? Dan gaan we even een muziekje opzetten. Die zei een half uur, krijgt zij een muziekje op. Is deze goed? Is die goed? Geef maar aan Kelly. Nee. Zachter. Oké, okay, banaantje. Piew. Lekker banaantje. Ja, vooruit.
Wij gaan even lekker een hapje eten. Ik zie jullie over een uurtje, denk ik, weer. Zelfde deuntje. Zelfde deuntje op en neer. Ik ga weer voor het eerst plassen. Maar het is weer een hele stellage hier. Pas op voor mijn bed, hoor. Ja. Ik ben wel jaloers dat jij gewoon nog die schone emmer hebt. Lekker een soort verdwijntruc. Het is ook wel riskant, hoor, hier zo op dat hoekje. Oh, ja. Oh, dit is veel ook. Het is eigenlijk best wel zielig, hè? Ja. Ik heb het liever dat ik iets zielig zie dan dat ik mezelf zielig vind. Ja, klopt. En ik vind mezelf heel snel. Vijf, vier, drie, twee, één. Is het echt zo erg? Het is zo erg. Ik denk, ik begon lijp te hallucineren, jongens. Ik ben helemaal bezweet alles. Zo maak je een mens gek. Zo maak je een mens helemaal gek. Ik kan wel janken. Het is echt zo erg. Kauw, ik ben trots op je. Ja, ik vind het echt. Je hebt het echt goed gedaan. Wel een leuk nummer. Wie is er aan het winnen? Luister, dit is toch echt de easiest challenge die je ooit kan hebben, gewoon. Wie denk jij dat er gaat winnen? Ja, dat is een hele moeilijke vraag. Ik zou zeggen Volkert, omdat die natuurlijk al eens in een bed heeft geslapen, hè, waar ik bij was. Oh, dit wordt heel fout. Ja. Nee, jij bent echt slecht, mens. Ik ga dit niet doen, jongens. Ik ga dit niet doen. Oké, wij hebben net heerlijk gegeten. Ik heb voor jullie even wat gehaald. Wat willen jullie? Ik heb bami, voor jongen. Alles. Alles wat voedzaam is. Inmiddels zit het al 4 uur. De kinderen zijn nu, ze hebben net gegeten, de kinderen zijn nu aan het moe maken, over de bedden heen rennen, koprol, salto, weet ik veel wat ze allemaal aan het doen zijn. Beetje lekker moe maken. En om 5 uur hebben we nog een leuke challenge. Maar ik denk tussen de 4 en 5 uur gaat er al iemand naar de wc. En dat is geen jongen. Kijk, kijk, kijk. Kijk wat er gebeurt. Zie jongens, ik krijg het allemaal niet meer voor elkaar. This close om op te geven, maar ik ga het niet doen. Het komt echt omdat ik in een emmer moet plassen en ik wil dat gewoon niet. En ik heb het heet. Ik voel me op zich nog best wel goed, maar ik krijg gewoon heel veel prikkels van die kids op dit moment. En zo'n after dinner dip, het is hier ongeveer 30 graden. Ja, dan moet je die kids ook allemaal zien. Ik denk echt dat je kinderen moeten we nog maar even overslaan. Ik wil gewoon pissen. Oké, we hebben om precies te zijn 9 minuten. We hebben een challenge. Maar ik heb hier 4 kaartjes. Ik ga een getal onder de 10 heb ik in mijn hoofd. Die mag als eerste een kaartje pakken. 4. 5. 7. 9. 7. Jij mag eens eentje pakken en dan mag jij hem hier. Jij mag hem hier op het hoekje leggen. Welke wil je? Die. Geef maar, leg ik hem hier neer. 10. Ja. 9. 6. 2. 5. 9. Rustig. Oh, wow. 9 was het. Ja. Oké, getal onder de 5. 3. 4. 2. 1. Ja. Die? Dat valt me niet hoor, dit. Dit valt me niet. Oké. Oké, luister dan. Is het misschien handig om eerst even te plassen dan? Dat lijkt me heel verstandig. Ik ga gewoon zo staan. Oké, is goed. Je duwt me niet om of laat die emmer niet vallen. Wacht even, moet even concentreren. Klaar? Ja. Tadaa! 1. Oké, de 5 uur is nu gepasseerd. Ik heb even iemand gebeld. Melissa. Zij is massagetherapeut. Welkom. Ik heb hier 4 kaartjes liggen, dus op die kaart staat een aantal minuten. En die minuten krijg je een massage van Melissa. 15 minuten. Oké, dat is gewoon goed. 60. Oh! 30. Oeh. Ik heb hem 0. Hey, hij is te geluk. Oké, Melissa. Hoe vaak vallen de mensen bij jou in slaap daar? Dagelijks meerdere klanten, moet ik eerlijk zeggen. Maar dat kan bij 15 minuten, is dat... Zou kan je dat? In slaap kunnen vallen als je moe bent? Ik weet niet of je moe bent. Fit, jongen. Ja? Fit. Dan gaat het lastig worden, maar vanaf een half uur zal het wel... En 60 minuten ben je gewoon KO. Bij 60 minuten valt bijna iedereen in slaap. Ja. Nou, Melissa, succes. Zet het een en ander neer en dan gaan we beginnen. Melissa die gaat nu beginnen met de massage, maar zij is ook gelijk de jury. Dus zij gaat dingetjes doen of wat vragen. Als ze daar niet op reageert, is het
definitief klaar. Dus als Melissa tegen mij zegt van, dan is dat zo. Ik ben wel een beetje bang nu. Ik word wel bang. Bevalt me niet. 60 minuten. Zij is pas een kwartiertje. Kelly. 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 Ja. Goedemorgen. Lekker slapen? Nee. Jawel. Blijf liggen. Ik heb niet geslapen. Ja. Ik kwam licht op de grond. Ja, dus? Ik heb je de hele tijd geroepen. Nee, dat is niet waar. Dat is echt zo. Na de vijfde keer Kelly, reageer je niet? Het is helaas wel zo. Sorry. Ja, ik heb het idee dat ik echt niet heb gepit. Sorry, Kelly. Waar is mijn telefoon? Ja. Wel goed gedaan. Hey, Kelly, kom even. Man. Super leuk dat je mee hebt gedaan. Volgende gaat het sowieso niet volhouden. Nee, hè? Ik slaap nu al bijna hoor. Dikke shout-out naar Kelly. Ik zet er nog even haar Instagram in de beschrijving. Dus als jullie haar verder willen volgen, dan kijk je maar eventjes. Nou, 6 uur is voorbij. 1 afvaller. Nog 3 strijders. Hadden jullie verwacht dat Kelly als eerste wegging? Ja. De volgende. Maar jullie krijgen allemaal nog even iets lekkers. Voor jou heb ik even een, voordat je erop gaat, een slaapthee. Oké. Voor jou heb ik ook een slaapteetje. Dit bevalt me wel helemaal niet. Oh, dat ding hou vast. Ah, god. Voor jou omdat jij 60 minuten hebt, heb ik voor jou een energy drankje. Nou, dankjewel. Blijf stilzitten. Ja, dat is lastig voor mij. Oh, dat hoofdkussen ligt wel net iets te lekker. Dat was bizar lekker. Ja. Zo, maar. Nee, je hebt niet geslapen. Nee, ik wou echt bedankt. Dat was echt alsjeblieft. Jip heeft het doorstaan, 15 minuutjes. Yeah. Jij zit er wel tegenop, of niet eerlijk? Ik ben heel benieuwd. Oké, maar voordat jij erop gaat, heb ik nog even een klein verrassingje voor hun. Voor jou heb ik een slaappilletje. Oh. Je hoeft het niet in je kont te doen, een keer gewoon in je mond doen. Jij krijgt slaap, spring in je mond. 1, 2, op. Ja. Zo, wat een sanka, hè. Wat de sanka, zeg. En mijn god, zag het al. Nou, hij heeft gewoon geen oog dicht gedaan, hè? 60 minuten. Hoe hou je het vol? Nou, Melissa, dankjewel. Je hebt er 1 kandidaat op je weggemasseerd. Helaas, dus, mijn doel was 3, maar... Ja, mijn doel was allemaal. Wellicht tot de volgende keer. Ik weet je al de rest niet, dus ik ga zeker nog een keertje komen. Dat is heerlijk. Dankjewel. Top, dankjewel. Doeg. Nou, we hebben weer een nieuwe challenge. 9:20 zijn jullie nu bezig. Respect daarvoor. Ik heb hier 3 dartpijlen. Mogen jullie zo meteen de kleur kiezen die jullie graag willen. En dan mogen jullie de ballon proberen kapot te gooien. Dus wat voor kleur wil jij? Rood. Groen. Geel. Geel is mijn kleur, dat zeg ik altijd. Die, geel. Welke nummer staat erop? 3. 1. Mag jij als eerst? Zijn jullie klaar voor? Ja. Ik niet. Zo. Tuurlijk wel. Het kan natuurlijk niet goed gaan. Nee. Ja. Jij was als eerst, jij was als tweede. Dus jij eerst, wat heb jij? Ik kan dit niet lezen. Oordop. Oh, ik dacht oord op. Ik denk welk oord. Jij krijgt oordopjes. Ik krijg oord op. Maar dan hoor je niks meer. Wat? Dat zijn van die balletjes. Deken.
deken. Drie kwartier lang moet jij je oordoppen in. Jij moet op je rug liggen. Je krijgt een deken over je heen. Warm, en het is een verzwaarde deken. Oh. En jij drie kwartier, lekker muziekje. Ja, heb je een soort van geen last van iets met je oren, maar dan kan je toch nog eens op met iemand praten, want zij horen allebei niks. Zit je dan met je zware deken? Ah, jongens, hallo. 13 uur bijna, hé. Maar wat hoor ik? Ik ben weggevallen. Echt? Hij is gesneuveld. Ik was uitgevallen. Oh. Oh. Hoe gebeurde dat? Nou, het lampje ging aan en iedereen moet er binnen 10 seconden opzitten. En ik lag in droomland. Dus hij was gewoon knock-out, het lampje ging aan, hij ging niet rechtop zitten. Dat was de deal. In ieder geval, goed gedaan. Ja, tot de volgende maar weer. Oh. Hé, hey, maar respect. Dankjewel. Respect. We zitten er nog. Respect. Jij ook weer, had ik niet verwacht. 13 uur, best pittig. Ik hoorde het ook wel, ja. Maar het was wel niet heel lang, maar... Wat voor geluid maak ik dan? Sneukte ik net weer? Ik ben wel best wel moe, man. Jullie ja. Ook? Nee, valt wel mee. Jij hebt gewonnen, denk ik. Ja, klopt. Ja, hè? Ja, echt, ja, ja, ja. Hè? Lekker, man. Oh, was je knock-out? Nou nee, viel mee, maar je gaat straks een fragmentje zien. Het geluid konden we niet omheen op het laatst. En daar hoort ook een stukje beeld bij. Nou, toen konden we er helemaal niet omheen. En daar werd ik wakker van. Ja, maar dit is overduidelijk. Ja, hè? Die is overduidelijk. Nou, maat! Weer tweede. Je doet er niks kom aan. Kom eruit. Ik ga eruit. Oh, eruit. Zo, dit is lang geleden, hè? Hoe lang geleden is dit? Gefeliciteerd, maat. Dankjewel. 14 uur 42. Ik heb het een beetje onderschat. Ja. Maar ik had zoiets van, ik moet gewoon wakker blijven. Hé, maar wel respect. Jij hebt ook nog even die 60 minuten massage. Ja. Jij hebt ook nog massage. Ja, ook nog. Ja, die was wel echt, die was ook heel erg, hoor. Hebben we hier wel echt en die was ook nog lekker, zeg. Die was ook nog wel lekker, dat wel. Het is inmiddels 5:56 ochtends. Thanks Emma Sleep voor deze leuke samenwerking. De mannen hebben heerlijk gelegen. Ik heb heerlijk geslapen op jullie bed. Wil jij ook nou zo'n heerlijk bed van Emma Sleep? Staat een persoonlijke kortingscode voor mij in de beschrijving. Bedankt maar later. Dank jullie wel voor het meedoen. Jullie waren wel echt diehard kandidaten weer. Jullie ook bedankt voor het kijken. Vergeet niet te abonneren. Duimpje omhoog. En ik zie jullie de volgende keer weer. Ciao!